Beertube. What up? Collaborations van het Uiltje zie ik zelf niet al te vaak. En toevallig zijn er nu 2 op korte termijn onderweg. Althans, de collaboration met Frontaal is inmiddels een feit. De collaboration met Dutch IPA is misschien nog in de vergistende fase, maar zeker ook in de afrondende fase. Maar vandaag hebben we de Frontaal voor ons. Een triple West Coast IPA. Nou ben ik niet de grootste fans van triple fans, meervoud. Scheelt niet heel veel, maar ik ben nog geen meervoud. Nou ben ik niet de grootste fan van triple IPA's. En moet ik ook voorzichtig bekennen dat ik niet de grootste fan ben van West Coast IPA's. Maar zowel de IPA's van het Uiltje als mede die van Frontaal weten mij doorgaans behoorlijk te behagen. Dus laten we ook gewoon gaan kijken wat deze Frontaal behelst. Ik zou zeggen, we duiken door naar de neus. In de neus doet hij echt dat dik steenfruitachtig. Niet per se super klassiek, maar wel voor mij klassiek. Het soort IPA's waarmee ik voor het eerst in aanraking gekomen ben. Dus dat belooft in ieder geval veel goeds. Ik ga dan ook gewoon doorduiken naar de smaak. Uiteindelijk is dat wat vooral telt. De smaak van deze Triple West Coast IPA. Een collaboration tussen Frontaal en het Uiltje. Gebrouwen bij Frontaal. Met als treffende naam de Frontaal. In ieder geval Uil als in Uiltje. Met een alcoholpercentage van 10%. Proost. Boah. Hij is nog geen week oud. Maar hij is moutzoetig. Je krijgt echt een moutklap in je bek. En dat is deels moutzoetig, deels die alcoholbump die er zeker ook overheen hangt. Eerst waar ik aan denk is een soort van amplified Dr. Raptor. Al heeft hij iets meer van de hoppigheid, fruitige hoppigheid bouwen. Van een bitter is hier wel sprake, maar niet zoals ik een West Coast zou verwachten. Want het is iedere keer dat echt het zoete echt wel sterk op je lippen plakt. Bijna siroperig op je lippen zo. Intens doet die zoetheid aan. En hij is maar 10%. Maar als je hem had voorgeschoteld en tegen mij gezegd had dat we hier te maken hadden met een 15% IPA, zou ik het qua intensiteit ook hebben geloofd. Niet scherp, geen hopburn, niet super bitter. Ik had misschien op iets meer balans gehoopt. Want ik weet dat ze bijvoorbeeld met die triple collaboration met Noord doen. Noord X Monster. Geen idee. Uiltje Monster. Daar was voor mij een stuk meer balans behouden gebleven. En hier is het echt wel voor mij weer dat het bier door de mout gedragen wordt. Op een manier dat ik zelf zou denken dat die echt al richting de 2-3 maanden oud gaat. Omdat ook bijna het volledige hoppalet of het bittere palet voor mij vervlogen is. We kunnen er dan ook kort over zijn. Ik heb namelijk niks meer over dit bier te melden. Dus voor nu zou ik zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.